Coteria zijn er in verschillende soorten. Vandaag ga ik werken met de Coteria Big Berry. Die zijn net wat groter van bestsoort. En ik ga het natuurlijk maken in een mooie kerstsfeer. Wat is het verschil met de normale Coteria en deze Coteria? De bessen zijn net iets wat groter, dus je krijgt net wat meer volume in je pot. Ik heb de pot al voorbereid, dus ik kan hem gelijk inpoten. Zorg er goed voor dat hij goed aangedrukt zit in je pot. Ik ga nu wat wol erin doen. Rood en roze zijn echt helemaal de trend van deze kerst. Dus probeer het gewoon na, zou ik zeggen. Het is onverwacht, ziet het er toch heel erg mooi uit. Je zou het niet zeggen, maar je ziet het al. Het is gewoon super tof. De Coteria is gewoon heel leuk om mee te werken. Het is nog een vaste plant ook. Voor extra speelheid ga ik met aluminium draad frameetjes bouwen. En die ga ik dan in de pot verwerken. Ik zorg eerst dat er een dikkere aan de onderkant is. Dat ik hem makkelijk in de pot kan steken. En daarna ga ik gewoon vrijwel gewoon draaien. Totdat ik denk dat het er leuk uitziet. Daarna steek ik hem in de pot. Ik heb er al een paar voorbereid. Zoals je ziet, ziet het er gewoon heel erg leuk speels uit. En krijg je veel meer volume in je pot. Daarna ga ik er wat kersthangertjes aan hangen. Zoals je ziet, is het eigenlijk gewoon heel erg simpel. En heb je al heel snel iets heel erg leuks. Eigenlijk is dat gewoon heel erg traditioneel. Maar doordat ik het verwerkt heb met ijzerdraad, wordt het eigenlijk weer super modern. Dat is juist het leuke eraan, om daar een beetje de mengelmoes in te zoeken. Dit is hem dan, de Coteria Big Berry. Zoals je ziet, kei simpel, maar hartstikke leuk voor iedereen na te maken.